Yo guys, welkom bij jullie met vandaag deel 1 van de Fantastic Movie Tag. Een paar side news voor we gaan beginnen. Nee, dit is geen review op de filmtag die 2 jaar geleden is uitgekomen en ik wel een heel erg goede film vind. Side note 2, als je wat wind hoort erin in deze video, excuses daarvoor, maar er is buiten een hittegolf aan de gang. En fun fact about me, ik ben een persoon die het al extreem heet heeft als het buiten 20 graden is. Dan zweet ik mij al onmiddellijk kapot, ik kan daar niet tegen. Vandaag is het 30 graden, dus ik ben dood aan het gaan. Fun fact 3, ik ben verslaafd aan melk. En fun fact 4, je kunt deze video eigenlijk vergelijken met 77 Questions About Me. De video is enorm goed ontvangen. Waarvoor mijn oprechte dank, want ik was oprecht niet zeker of dat die video het goed zou doen. Dus ik ben blij dat hij het goed deed. Deze video is ermee te vergelijken, alleen nu is het volledig filmgericht. En zijn het 50 vragen in plaats van 77 vragen. En volgende week gaan we aan de hand van een Facebook challenge, de 30 dagen movie challenge, gaan we ook even in een korte video mijn filmadaptaties toegeven of toelichten die ik vind dat bij die dag het beste passen voor mij. Dus als laatste, voordat ik de video overstappen, vinden jullie deze video's nou leuk en willen jullie dat meer zien, laat het weten in de comments beneden. Laat ook jouw ideeën van leuke video's zien in de comments beneden, zodat ik zeker deze video's kan gaan maken in de toekomst. En voor de rest wil ik gewoon even zeggen, geniet van de video. Als je hem op het einde nog steeds leuk vindt, geef hem vooral een like, abonneer dan ook op Fantastic en let's fucking go. Vergeet trouwens ook zeker niet om in de comments deze vragen mee te beantwoorden, want ze kunnen een leuke discussie starten en ik hou ervan om met jullie in contact te staan. Dus antwoord de vragen zelf ook gerust in de comments hier beneden. En de eerste vraag is, hoe vaak kijk je een film? En voor mij is dat heel simpel, ik kijk iedere dag een film. Het zijn niet altijd nieuwe films, soms kijk ik ook eens een oude film of kijk eens een rewatch, dus een film die ik al eerder heb gezien. Maar toch minstens iedere dag 1 film. Soms gebeurt het zelfs dat ik 2 films of 3 films of 4 films aan het kijken ben per dag. Zo is het trouwens een fun fact, tijdens het uploaden van deze video en terwijl jij deze video aan het kijken bent, zit ik waarschijnlijk in de bioscoop voor een Back to the Future marathon, dus dan ben ik alweer 3 films op deze dag aan het kijken. Vraag nummer 2 is, welke genres vind jij het leukst om te kijken? En dat is een dubbel gevoel bij mij, want aan de ene kant vind ik superheldenfilms en actiefilms heel erg leuk, maar als ik mijn hart zou moeten volgen, dan ga ik kijken naar films die gaan over de mensenrechten, die gaan waar dat de mensenrechten niet worden nageleefd. Bijvoorbeeld een oorlogsfilm vind ik heel erg cool. Een film over een rechtszaak vind ik heel erg cool. Of zelfs een romantische komedie kan mij wel smaken dus met momenten. De derde vraag is, wat is de laatste film die je hebt gezien die je leuk vond? En in de bioscoop is dat Apocalypse Now, de Redux versie, oftewel de 3 uur durende kut van de 1979 film van Francis Ford Coppola. En de laatste film die ik over het algemeen heb gezien die ik wel leuk vond, is behalve Apocalypse Now, volgens mij was dat Blue Story. Die brief is gisteren online gekomen. En ik moet eventjes kijken, ik weet het niet meer. Ik kijk zoveel films per dag. Even kijken, een film die ik echt leuk vond, die ik niet in de bioscoop heb gezien. Moeten we even gaan kijken op mijn profiel. Op Letterboxd, volg me daar zeker op. Ik heb echt 1000 dingen aangetikt, holy fuck. Line of Duty, dat is hem. Die vond u op zich nog wel leuk om te kijken. Dus dat is een film die ik leuk vond. Het is ook weer een bioscoopfilm trouwens. Als we gaan kijken naar een film die ik niet in de bioscoop heb gezien, dan moet ik zeggen 7500. Die film komt ook volgende week in een review online. Vraag nummer 4 is, wat is de laatste film die je hebt gekeken die je echt puur haatte? En dat is heel simpel, Wrinkles the Clown. Die heb ik vannacht gezien en ik vond er een bal aan. Volgende week ook een review. Vraag nummer 5 is, wat is je favoriete film die je ooit hebt gezien? En ik moet zeggen, dat was tot vorige week altijd Gifted. Gifted vond ik een van de beste films ooit gemaakt. Iets met McKenna Grace, met Chris Evans. En het gaat ook weer over de mensenrechten. Het gaat over kinderen, wat nog een zwak is van mij. Dus deze film had gewoon altijd puur een enorm goede plaats in mijn hart. Maar ik moet toegeven, dus vorige week ben ik naar de bioscoop geweest en heb ik Interstellar voor de allereerste keer gezien. En dat is nu echt wel mijn favoriete film ooit. Die film is flawless, die film is meer dan perfect. Nummer 6 is, wat is je favoriete Guilty Pleasure movie? En dat is eigenlijk een film die heel veel mensen haten, maar jij eigenlijk stiekem wel heel erg leuk vindt. En daar heb ik een keuze tussen 2 films. Ofwel Guns Akimbo van dit jaar, die ik echt enorm grappig vond en enorm geweldig. Ofwel Pixels van Adam Sandler. Die kan je ook altijd wel smaken. Die vind ik ook heel erg leuk om te kijken. De volgende vraag is, welke film of films heb je echt al duizenden keren gezien en raak je je nog steeds niet verveeld? En dat is Avengers Endgame, Gifted, welke zijn er nog zo bij die ik heel graag kijk? Wall-E,
van die films eigenlijk een beetje. Vraag nummer 8 is, ben jij een van de types die een film gaat kijken op de openingsdag of wacht je liever een tijdje? Ik ben een filmreviewer, ik kijk een film altijd op de openingsdag. Probeer ik toch. Vraag nummer 9 is, koop je je tickets altijd online of ga je liever kijken naar bijvoorbeeld een film die online gaat uitkomen of wacht tot een bioscoopfilm online uitkomt? Ik kijk een film altijd in de bioscoop en nu met de coronatijd waar we in leven koop ik altijd mijn tickets online. Heb ik ook zeker een plaats. Maar ik durf het ook wel eens aan om een ticket gewoon ter plaatse te kopen. Heb het ook wel eens aan de hand gehad dat de film er volledig vol zit. Vraag nummer 10 is DVD, Blu-ray of download? En ik moet zeggen, Blu-ray. Ik hou echt van Blu-ray. Ik vind dat veel betere kwaliteit dan DVD. Heb ik ook veel meer aan. Ik vind dat gewoon veel leuker om te kijken. Download vind ik ook wel leuk om te zien, maar ik prefereer nog steeds mijn hardcopies van de film. Ik heb zo bijvoorbeeld The Lord of the Rings Extended Editions op download, maar ik ben van plan ze even goed nog eens aan te gaan kopen op Blu-ray, gewoon puur omdat ik ze dan ook fysiek heb. Hoe vaak ga je naar een filmhuis of een bioscoop? Iedere week minstens 2 of 3 keer. Dat is heel duur voor mij, maar ik moet wat inhalen. Ik ben 3 maanden niet meer kunnen gaan, dus ja. Vraag nummer 12 is, welke films maken jou aan het huilen? En dat zijn vooral oorlogsfilms. Dat zijn films die gaan over de mensenrechten, waarin dat er iets goeds gebeurt voor de mensen. Of dat de mensheid samenkomt om samen iets te gaan oplossen. Of bijvoorbeeld als de hele film erg hopeloos lijkt, dat op het einde nog steeds een goed punt komt. Een film waar ik mee heb zitten huilen, Interstellar, heb ik 3 of 4 keer zitten huilen. Want holy fuck, die scènes waarin dat hij zijn dochters en zijn zoon terugziet in die filmpjes. Het breekt mijn hart. Gifted moet ik 2 keer huilen. Endgame heb ik tranen bij Iron Man's Death. En ja, zo van die films. Vraag nummer 13, kijk je buitenlandse films? Ja, ook best wel vaak tegenwoordig. Gewoon puur voor YouTube. En het is gewoon heel interessant om te zien wat andere landen voor films maken. Vraag nummer 14. Wat is je favoriete buitenlandse film? Parasite. Wie zijn je favoriete regisseurs? Qua superhelden genre vind ik de Russo Brothers echt geweldig. Maar qua film nu tegenwoordig ook Christopher Nolan. Bij mijn weten heeft die man nog nooit iets fout gedaan in zijn films. En zijn ideeën zijn zo immens origineel. Ik hou van zijn ideeën. Ik hou van zijn films. Ik ben enorm benieuwd naar Tenet. Ben je gekend met filmmuziek, met soundtracks en andere muzikale dingen die in een film afspelen? En meestal, als het echt heel duidelijk is, dan ben ik er ook wel voor. Bijvoorbeeld musicals vind ik heel erg cool. Of bijvoorbeeld de muziek van Inception, Time, Hans Zimmer. Iedereen kent dat. Ik hou ervan als een muziekje echt heel erg bekend is. Bijvoorbeeld de Avengers theme, voor de superheldenkijkers. De Avengers theme, wanneer dat de helden allemaal samenkomen bij het Avengers Assemble moment. Prachtig. Ik hou van die muzikale momenten en ik vind muziek heel erg cool. Ook wat je gisteren hebt kunnen zien in een review van mij op Blue Story, was de narratie gedaan via een rap in de plaats van een gewone normale voice-over. Dat vond ik ook echt immens cool. Dus ik ben een grote fan van muziek in films. Welke filmsoundtrack kun je vinden op mijn iPod? En ik heb geen iPod, dus geen enkele. Maar op mijn Spotify kun je de filmmuziek vinden van bijvoorbeeld The Lion King, van Aladdin, van Up vind je, van Wall-E, Interstellar vind je tegenwoordig, Avengers vind je tegenwoordig, Harry Potter vind je, de Lego Movie 2 vind je, Mary Poppins Returns vind je. Ik heb best wel wat filmmuziek. Oh ja, de belangrijkste, ik heb de volledige playlist van The Greatest Showman. Vraag 18, ben je ooit alleen geweest in een cinema voor te kijken? Maar echt puur alleen, geen andere mensen, maar ook geen vrienden? Ja, de laatste keer dat ik dat aan mijn hand had, was bij Interstellar. Beste experience van mijn leven. Is er een film die je perspectief over het leven wat veranderd heeft, of die bijvoorbeeld voor jou een voorbeeld geweest is? En daaruit moet ik kiezen Schindler's List. De manier hoe dat Schindler's List probeerde om iedereen te redden is een enorm voorbeeld voor mij geweest, persoonlijk. En ook op het einde, wanneer dat hij zijn volledige breakdown heeft, wanneer dat hij kijkt naar zijn auto of kijkt naar de badge op zijn jas en denkt van, ik had nog extra personen kunnen redden, het breekt mijn hart. En Oscar Schindler en Liam Neeson's performance ervan is echt een van mijn grootste voorbeelden in mijn leven. Je favoriete superheldenfilm of comic book movie? En daaruit ga ik toch wel een keuze proberen te maken uit ofwel Avengers Endgame ofwel Spider-Man Into the Spider-Verse. Ik kan niet goed kiezen tussen de 2, ik vind ze allebei even geweldig. DC of Marvel? Marvel. Vraag 22. Welke films van de top 10 en de top 10 op IMDb heb je gezien? En daaruit heb ik gezien The Shawshank Redemption? Niets. The Godfather? Niets. The Dark Knight? Gezien. Godfather Part 2? Niets. The Lord of the Rings, Return of the King? Gezien. Pulp Fiction? Gezien. Schindler's List? Gezien. 12 Angry Men? Niet gezien. Inception? Gezien. Fight Club? Niet gezien. Ik heb dus eigenlijk nog de helft van de beste films ooit gemaakt niet gezien. Lees je critic reviews voordat je een film gaat kijken.
Soms doe ik dat omdat je er gewoon niet langs kunt, maar ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Kan ik trouwens ook voor jullie aanraden, als jullie een film willen zien die ik aan het reviewen ben, ga eerst de film kijken en kan dan terug naar mijn review. Zo kun je alle mogelijke spoilers vermijden en heb je ook al je eigen mening klaar voordat je bij mij komt kijken. Vraag 24. Wat is de beste film ooit gemaakt gebaseerd op een boek? En ik denk dat ik dan gegaan voor iets wat onmiddellijk mee opkomt, ook weer voor Schindler's List hier, oftewel voor de Lord of the Rings trilogie. Die vier films zijn allemaal perfect in orde gemaakt. Vraag 25. Lees je meestal het boek van een film vooraleer je de film gaat kijken of nadat je de film gaat kijken? Ik moet het eerlijk toegeven, ik lees de boeken niet snel. Het moet soms wel, bijvoorbeeld ik wil heel graag ooit eens Lord of the Rings gaan lezen. Harry Potter heb ik bijvoorbeeld wel de boeken gelezen en dan pas de films gezien. Nee, ik heb eerst de films gezien en dan pas de boeken gelezen. Dus meestal, als ik toch moet gaan kiezen wat ik in mijn leven heb gedaan, eerst de films, dan de boeken. Maar ik lees niet snel boeken, dus I'm sorry. Vraag 26. Wat is je favoriete comedyfilm ooit gemaakt? En ik denk dat ik daarbij ga gaan voor Up of Parasite. Parasite is nu niet echt comedy geregeld, maar het is wel een comedyfilm. Dus als ik moet kiezen, Parasite. Wat is je favoriete dramafilm? En dat is heel simpel, Schindler's List. Wat is je favoriete western? Django Unchained. Wat is je favoriete romantische komedie? En ik denk dat ik dan ga gaan voor The Fault in Our Stars. Als dat een comedie. Is dat een comedie? Moet ik even kijken. Ja, romantische film The Fault in Our Stars. Dan moet ik dat dus heel simpel. Maar is The Fault in Our Stars ook een comedie? Dat gaan we zo zien als we hem vinden. The Fault in Our Stars. Genres. Het is geen comedie natuurlijk. Romantische film gewoon puur The Fault in Our Stars. Romantische comedie. I don't know. Je favoriete horrorfilm? En ik heb niet zo snel een horrorfilm die echt een mens goed vindt onmiddellijk. Laten we zeggen Midsommar. Je favoriete sportfilm? En daar ga ik kiezen voor eventjes denken welke sportfilm heb ik gezien die ik enorm goed vond. Ik kijk niet vaak sportfilms. The Way Back met Ben Affleck van dit jaar. I don't know, ik vond dat wel een goede film. Ik kijk gewoon niet veel sportfilms. Oeh, jawel! Ford vs. Ferrari. Natuurlijk, dat is ook een sportfilm. Het gaat over auto's, autosport. Ford vs. Ferrari. Favoriete science fiction film? Interstellar. Favoriete actiefilm? Spider-Man in the Spider-Verse of Avengers Endgame. Beste oorlogsfilm? Hacksaw Ridge en Schindler's List. Wat is je favoriete filmkoppel? En ik denk dat ze dan bedoelen echt in de films zelf en niet acteurs en actrices. Maar dan vind ik een heel moeilijke vraag, want ik kom me totaal niet bezig met de liefde van andere mensen. Ja, acteurs dan, maar dus dat weet ik sowieso niet. Maar in de films, welk koppel vind ik enorm goed in beeld gebracht? Laten we zeggen SpongeBob en de Krabburgers. Is er een filmpersonage waar je erg mee kan relaten? En ik denk dat ik dan ga gaan heel simpel voor Spider-Man, Peter Parker. Ik zie gelijkenissen in hoe dat hij is, hoe dat ik is, hoe dat hij omgaat, hoe dat zijn morele waarden zijn, hoe dat mijn morele waarden zijn. Dat zijn dingen die een beetje overeenstemmen met mij, maar ik denk dat veel mensen dat hebben met Peter Parker. Dus is hij echt goed om een keuze te maken? Ja, ik relate me heel erg met Peter Parker. Als er maar 5 films zijn in de wereld die jij voor de rest van je leven gaat kunnen kijken, je kan geen andere films kijken. Welke gaan dat zijn? Interstellar. Avengers Endgame. Gifted. Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh, dat is moeilijk. Ik heb er zoveel die ik zo echt heel graag zou willen kijken. Maar kan ik ze voor de rest van mijn leven kijken? Laten we zeggen Harry Potter en The Deathly Hallows Part 2. Wat is je minst favoriete film ooit gemaakt? En dan moet ik denk ik toch wel de film die dit jaar is uitgekomen. Die ik zo hard kapot heb gemaakt op het internet. Ik ben de titel zelfs kwijt. Die film is forgettable as fuck. The Last Thing You Wanted, zo heet het. Die is een Netflix film. Ik vind hem zelfs slechter als Cats persoonlijk. Maar natuurlijk gooien we Cats even er ook bij, omdat Cats fans ze wel hebben gezien. Heb je ooit een film gekeken puur en alleen omdat je favoriete acteur of actrice erin speelt? En nee, dat heb ik niet. Ik kijk gewoon alle films. Welke film dacht je dat geweldig ging zijn, maar heeft je heel erg hard gedisappoint? Ik denk dat ik dan ga gaan voor iets recents. Ik vind de film nog steeds goed. Maar Apocalypse Now. Ik had die film gewoon veel beter verwacht dan wat ik uiteindelijk heb gezien. Dat is iets. Het deed me minder als ik had gewild. Een film die verder voor de rest, ik had gedacht dat die goed ging zijn. Hotel Transylvania 2 vond ik heel erg tegenvallen. Er zijn er nog films die ik echt heel erg slecht vond. Dat ik jammer vond dat ik ze slecht vond. Goh. 2001 A Space Odyssey hoort er ook bij. Vind ik ook gewoon te langzaam. Ik keek ook niet heel graag.
Ja, dat is lastig. Ik vergeet meestal die films die ik heel slecht vind. Favoriete filmpersonage ooit gemaakt? Spider-Man. Je favoriete film? Thanos. Een sequel van een film die je nog steeds niet gezien hebt, maar je wel heel erg graag wilt zien, maar gewoon niet aan toe komt. Sherlock Holmes, The Game of Shadows. Ik heb die film nog niet gezien. Ik heb de originele Sherlock gezien, maar niet de tweede. Dus die wil ik nog heel graag kijken. Heb je ooit een filmreview gemaakt? I guess. Star Wars of Star Trek? Star Wars, want ik heb nog nooit Star Trek gezien. Ik weet het, ik ben een ramp. Bedenk nu een film die als eerste in jouw gedachten opkomt. Bedenk Schindler's List. Je favoriete movie quotes? God, die is lastig. Een film quote waar ik me erg aan relate. Laten we dan pakken. Whew. Een quote. Ik kan heel simpel zijn, maar een quote die ik op zich wel goed vind is: With great power comes great responsibility. Of de manier in de MCU, hoe dat het gezegd wordt van well, you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Dus je hebt een responsibility. En ik vind verantwoordelijkheid een enorm belangrijk gegeven in het leven. Dus die quotes, die hebben iets bij mij. Ook gewoon puur de quote in Amazing Spider-Man vind ik hem ook goed gebruikt van als je power hebt, dan heb je de moral obligation to do those things. Dus het is niet volledig juist wat ik hem nu zeg. Maar je hebt de morele waarde en je moet het doen. Als je het kan, dan heb je een verplichting om mensen te helpen als je powers hebt. Je moet ze gebruiken voor het goede. Je moet verantwoordelijk zijn. Puur, wees verantwoordelijk. En van die quotes hou ik wel. Dus, Spider-Man quotes. TV-series, boeken, computergames en films. Plaatsen in de juiste orde die voor jou past. Op nummer 1 komt films. Op 2 komt games. Op 3 komt boeken. En op 4 komt tv-series. Ik hou niet echt van tv's. Reden daarvoor waarom dat ik films op 1 plaats, het is gewoon 1 à 2 à 3 uur gewoon even iets kijken. En je bent 3 uur weg van de wereld en het is awesome. Dan komen games omdat je volledig geïmmerged raakt in een game en je bent zelf de baas van wat je doet. Dus vind ik ook cool. Dan komen boeken, want nu en dan lees ik wel eens graag een boek. En tv-series komen als laatste, want ik vind het gewoon te veel werk die erin kruipt. Dus je kunt boeken en films, boeken en series iets wat omleggen met elkaar. Maar ik vind gewoon een tv-serie. Ik heb meestal niet het geduld om een 8 uur te gaan kijken voor mijn conclusie te zien, sorry. Dat is ook een van de redenen dat ik mijn MCU-marathon op het einde gewoon niet meer leuk vond. En de laatste vraag alweer. Als er ooit een film wordt gemaakt over jouw leven, wie wil jij dat jou gaat spelen? En wie moet de film regisseren? God, dat is lastig. We gaan een acteur pakken die een beetje, die ik vind dat op mij lijkt. Of waarvan andere mensen zeggen dat hij op mij lijkt. Want ik heb vrienden die zeggen dat ik op Jelle Kleijmans lijk. De Vlaamse zanger slash acteur, vroeger van Spray. Dus die mag meespelen op zich als het een Vlaamse film wordt. Want mensen zeggen dat ik op haar lijk. Amerikaanse acteur of een Engelstalige acteur. Ik weet niet wie op mij lijkt. Er is niet echt een acteur die op mij lijkt, denk ik. Dus ik weet niet. Wie gaan we pakken, jongens? Goh. Ik vind het eigenlijk een lastige vraag. Ik heb er niet op nagedacht. Een acteur die op mij lijkt of mij kan spelen, laten we zeggen. Leonardo DiCaprio, perfect. Prachtig, pas bij mij. Perfect, dat zullen we doen. Dan regisseur Christopher Nolan, want ik vind het concept van tijd wel heel erg cool. En die maakt altijd goede films, dus dan heb ik ook zeker mijn Oscars binnen. Mensen, dit was het. Dit waren de vragen. Ik wil graag dat jullie ze ook beantwoorden in de comments beneden als jullie er zin in hebben. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe. Deel deze video met jullie, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag terug volgende week bij de 30 dagen movie tag. In een 10-tal minuutjes dan. In plaats van 30 dagen. Ciao.